Hier aan mijn linkerzijde zit hoogleraar acute ouderenzorg bij het UMC en de bestuursvoorzitter van VNVM, Bianca Buurman. Welkom. Goedemorgen. Heel fijn dat je er bent. Ja, Bianca, misschien eerst maar eens eventjes. Zullen we kijken hoe jij eruit gaat zien over een heel aantal jaren? Nou, ik hou me vast. Een verouderingsfotootje van jouw toekomst. Dus even kijken of we die kunnen voorttoveren. Want dat verouderingsmachientje, dat bestaat. Hè? Daar kunnen je, kijk, hier zie je jezelf. Oké. Okay. Ja, dan ben je dus denk ik een kwieke tachtiger. Hè, die tijd. Ja. 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 Hoe hoop jij goed oud te worden? Heb je daar al beelden bij? Nou, in ieder geval door vitaal te blijven. Dat lijkt me heel erg belangrijk. Ja. Ik heb het daar ook wel met vrienden over. Mijn ideaalbeeld is wel uiteindelijk om met een hele groep vrienden in een woonvorm te gaan, een woongroep te gaan wonen. En dat je dan ook voor elkaar zorgt en op die manier ook je sociale contacten behoudt. Ja. Een beetje eigenlijk een soort van studenten, hoe je als student leefde, maar dan op je oude dag. Een studentenwoning en met elkaar gemeenschappelijke ruimtes ook die je deelt. Ja. Ja. Misschien ook wel samen zorg delen. Ja, als het dan nodig is dat je ook voor elkaar kunt zorgen. Ja. Ik denk dat wel mijn ideaalbeeld is. Ja. Ja, en ik denk ook wel tot op hogere leeftijd ook werken om je geestelijk scherp te houden. Ja, dus jij vindt het ook wel belangrijk dat je toch zoveel mogelijk betrokken blijft, maatschappelijk bezig blijft, werkzaam bent. Ja. Ja. Ja, en als dat niet meer echt betaald is, dan denk ik ook als vrijwilliger om me daarvoor in te zetten. Ben je natuurlijk als hoogleraar met acute ouderenzorg bezig. Eigenlijk toch vrij recent dat er meer onderzoek naar ook ouderenzorg gedaan wordt. Ja. Daar doe jij veel. Kan je ons om te beginnen eens meenemen in jouw onderzoek? Wat voor resultaten, wat voor inzichten heb je opgedaan? Ja, we doen heel veel onderzoek. Ik denk dat je gelijk hebt dat het onderzoek naar de ouderenzorg nog wat relatief in de kinderschoenen staat. Toen ik 15 jaar geleden begon met promotieonderzoek, dacht iedereen nog van, goh, waarom moet je dat überhaupt doen, onderzoek naar ouderen? Nu is dat denk ik wel heel erg evident. Met mijn onderzoeksgroep doe ik eigenlijk onderzoek naar het ontstaan van acute zorgvragen. Dus ontregelingen bijvoorbeeld door ziekte, waardoor mensen niet meer thuis kunnen blijven. En dat kan een crisissituatie zijn door zorgproblemen, waarvoor mensen bijvoorbeeld in het eerste lijns verblijf terechtkomen. Maar dat kan ook zijn een onderliggende medische ziekte, waarvoor mensen naar het ziekenhuis moeten. En dan kijken we naar de impact daarvan. En dan zien we dat als mensen uit hun thuis situatie gehaald worden, dan ziekenhuisbehandeling bijvoorbeeld krijgen, dat ze heel vaak achteruit gaan in functioneren en dat vervolgens ook leidt dan vaker tot verpleeghuisopname. Dus waar wij naar kijken is hoe kunnen we nou die begeleiding van het ziekenhuis naar huis een stuk beter maken, maar misschien nog wel belangrijker ook dat we veel meer aan het kijken zijn hoe kun je nou die zorg echt op een goede manier thuis blijven bieden. Dus ziekenhuiszorg, maar ook op het moment dat mensen dementie hebben en dat er een ontregeling plaatsvindt, hoe kan je dan ook de zorg thuis blijven bieden? Dat we ook zien. En wat levert dat nou voor inzichten op? Wat kunnen jullie bij wijze van spreken nu al adviseren wat er in de praktijk anders zou moeten? Ik denk dat we veel meer zouden moeten kijken vanuit het principe thuis tenzij. Dus wat kan je thuis doen? Omdat we gewoon weten dat het voor kwetsbare ouderen veel beter is om die zorg in de thuissituatie te krijgen. Alleen al als verpleegkundige of als verzorgende in de thuissituatie kan je gewoon mensen goed observeren. Je ziet als je binnenkomt, zie je precies wat er aan de hand is. Je ziet of het huis er schoon uitziet. De mantelzorg is thuis. Mensen hebben hun dagelijkse routines thuis. Dus ik denk heel belangrijk dat we veel meer kijken. Hoe kan je het nou thuis doen? En op het moment dat het echt niet meer gaat, hoe kan je dan de zorg op een andere plek bieden? Dat is een heel belangrijk inzicht. Een belangrijk punt waar we denk ik uitgebreid ook nog op terug zullen komen, ook in de workshop vanmiddag. Ja. Deens onderzoek wat ook laat zien dat je mensen eigenlijk op een goede begeleidende manier toch langer thuis kan laten blijven. Ja, alhoewel het in Nederland wel het principe is, hè, als er iets met je is, eigenlijk halen we mensen dan heel snel uit hun huis en uit hun vertrouwde thuissituatie. En zeker als je kijkt naar mensen met dementie, zien we dat het heel lastig is. Dan verliezen ze hun dagelijkse routines en dan is het heel lastig om ook weer ze naar de thuissituatie terug te laten gaan. Ja. Nou is COVID daar natuurlijk overheen gekomen. En ik kan me voorstellen dat jullie daar ook onderzoek naar doen. Hè? Wat heeft dat nou voor impact juist op die verpleeghuiszorg? Wat betekent dat misschien voor routines die we gewend waren te doen? Ja. En het geeft misschien zelfs wel een soort van doorkijkje over een soort versneld toekomstbeeld van waar wij het mee te maken krijgen. Ja, ik denk dat er een aantal dingen over te zeggen zijn. Ja, door COVID hebben we natuurlijk helemaal gezien dat kwetsbare ouderen het meeste raakt. De afgelopen 2 jaar hebben we vooral gezien dat mensen in verpleeghuizen heel sterk geraakt worden.
We hebben onderzoek gedaan naar de verspreiding van COVID in de verpleeghuizen. Eigenlijk vrijwel vanaf het begin hoorden wij ook van verpleegkundigen en verzorgenden terug van... Goh, ja, wij brengen dat virus mee naar binnen. Hoe kunnen we die verspreiding tegengaan? De verpleeghuizen gingen op slot. Wat is daar dan de impact van? In ieder geval hebben wij kunnen laten zien dat COVID zich heel anders uit... Sorry. COVID zich heel anders uit bij mensen met dementie kunnen heel vaak klachten niet aangeven. Dus we keken in eerste instantie heel erg naar de typische symptomen, hoofdpijn, keelpijn. Maar als je dementie hebt, dan is dat veel lastiger om dat aan te geven. Dan zie je eigenlijk veel meer dat mensen zich terugtrekken, stiller worden, ja. Misschien verward worden. En we zagen toen ook wel heel erg de kracht van verpleegkundigen en verzorgenden, want zij zagen die veranderingen. En in het begin zeiden ze gelijk al van, wellicht is hier wel meer aan de hand. Hebben deze mensen wel... hebben ze onderliggend COVID? Het is ook wel ongelooflijk eigenlijk dat juist hun deskundigheid betwijfeld werd. Hè, er werd in instantie niet heel goed naar ze geluisterd. Nee. Het was natuurlijk een nieuwe ziekte. Maar ik denk dat zij als verpleegkundige verzorgende... en je werkt in het verpleeghuis, je kent de bewoners door en door. Dus je ziet ook heel snel, is iemand veranderd? Zijn er gedragsveranderingen? En dan weet je gewoon vanuit je klinische blik, er is onderliggend echt iets aan de hand. En dat hebben ze gewoon heel goed gezien. Ja. En we hebben ook gezien, uiteindelijk in de verpleeghuizen, het verspreidt zich ook, als er één iemand het heeft, het is net eigenlijk als een gezin. Ja. Het verspreidt zich ook gewoon razendsnel. Mm-hmm. Ik denk dat wat COVID dus voor de verpleeghuis ook wel zorg heeft, ook wel heeft laten zien van, hoe maak je de balans tussen enerzijds kwaliteit van leven en anderzijds goede medische zorg. En vroeger was het denk ik heel veel de medische zorg. Misschien is het wat helemaal doorgeslagen naar vooral de focus op kwaliteit van zorg. En ik denk voor de toekomst is het model, hoe kun je die twee goed in balans brengen? Dus menselijke zorg. Maar dan wel ook goed kijkend naar wat is er medisch en verpleegkundig noodzakelijk om bijvoorbeeld infecties buiten de deur te houden. Nou ja, dat heeft misschien toch ook wel wat meer zelfbewustzijn opgeleverd bij de verplegenden en verzorgenden. Van, wij hebben echt wel wat in huis. Ja. Wij zien wat er aan de hand is. Wij constateren veranderingen. Ja. Eigenlijk precies wat je ook beschrijft, omdat ze dagelijks met die bewoners bezig zijn. Ja. Ja, dat zie je heel duidelijk. Ik denk dat als je kijkt nu naar de hele ontwikkeling van betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij het beleid van de instelling, dan denk ik dat je in de eerste golf, het is natuurlijk een beetje variabel tussen organisaties, in de eerste golf dat vooral het medisch team was, die ook gewoon keek van wat moet er nou geregeld worden in huis. Ik denk dat je eigenlijk overal nu ziet, nu in de crisisbeleidsteams in verpleeghuizen, dat verpleegkundigen daar onderdeel van uitmaken. Ik denk dat het voor verzorgenden nog wat anders geldt, dat niet altijd standaard is. Zou dat wel moeten? Ja, mijn zin is het echt ontzettend belangrijk. Want de ouderenzorg wordt grotendeels geleverd door verzorgenden. En zoals ik net al zei, we hebben toen ook gezien juist die kracht van de klinische blik, het observeren. Dat kunnen verzorgenden als geen ander. En die kennis en expertise moet je ook gebruiken om je zorg te verbeteren. Want jij bent ook voorzitter van VNVN. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook vanuit die positie zo'n pleidooi als dit houdt. Absoluut. Mensen die nu kijken, wat kunnen die nou doen om aan tafel te komen? Om toch bij zo'n crisisteam hun stem te kunnen laten horen? Ja, ik denk dat hopelijk hebben de meeste organisaties een verpleegkundige en verzorgende adviesraad. Daarvan zie je, die verpleegkundige en verzorgende adviesraad, die hebben vaak een rol in dat crisisbeleidsteam. Ik denk voor zo'n verpleegkundige en verzorgende adviesraad, zorg in ieder geval dat je daar verpleegkundigen en verzorgenden in hebt zitten. Ik vind zelf ook heel mooi als dat een hele multidisciplinaire samengestelde raad is. Dus dat het ook met de artsen en artsen samen is. Echt teamwork. Echt teamwork, want zo is het ook gewoon in de dagelijkse zorg. Je doet het ook met elkaar. Ja. Dus die beslissingen moet je eigenlijk ook met elkaar nemen. En voor zo'n verpleegkundige en verzorgende adviesraad, zorg ook dat je mensen in je organisatie goed raadpleegt. En ik weet dat dat voor een ziekenhuis is dat makkelijker. Je hebt één locatie, dan zitten eigenlijk alle verpleegkundigen op één locatie. In de meeste verpleeghuizen is het zo dat dat op heel veel plekken is. Dus zorg bijvoorbeeld dat je ook dan een netwerk maakt met contactpersonen in ieder verpleeghuis. Zodat je goed de informatie kan ophalen. Nou kunnen mensen thuis natuurlijk ook vragen stellen. Dus ik kijk ook nog eventjes naar onze moderatoren. Kelsey, ik weet niet of er al vragen binnen zijn gekomen. Maar, Er zijn inmiddels een aantal vragen binnengekomen. Eén is bijvoorbeeld over hoe is er aandacht voor de overbelasting van mantelzorgers, omdat
die overbelasting vaak ook een reden is dat mensen uiteindelijk in het verpleeghuis terechtkomen? Ja, goede vraag. Overbelasting van mantelzorgers, is daar voldoende aandacht voor? Want als die overbelast raken, dan ga je natuurlijk ook eerder naar een verpleeghuis. Ja. Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Want als je denkt vanuit het thuis-tenzij-principe, dan vraag je ook wat van mantelzorgers om dan ook daar een rol in te spelen. Ik denk heel belangrijk om dan ook te zorgen dat je mantelzorgers zo goed mogelijk begeleidt. Kijkt ook wat is er dan nodig. En dat is ook niet voor iedereen gelijk. Voor de een is dat inderdaad dat er bijvoorbeeld dagopvang is, zodat je dan ook dingen kan doen. Voor de andere is dat tijdelijke respijtzorg, zodat je als mantelzorger ook op vakantie kan. Voor de ander is het praktische informatie. Dus het zijn heel veel verschillende dingen. Een breed aanbod waar je wel in ieder geval over in gesprek moet met die mantelzorgers. Absoluut, ja. Om ervoor te zorgen dat die mensen niet toch te snel naar een verpleeghuis gaan. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ook de signalerende functie die je als verpleegkundige verzorgende of specialist oudergeneeskunde hebt. Van gaat het nog? En wat is er dan nodig? En wat is er dan? Wat maakt dat die belasting er is? Kijk, als het gedragsproblemen zijn of mensen, jouw naaste slaapt 's nachts niet meer, waardoor jij ook niet kan slapen. Ja, dan is het heel lastig vol te houden. Dus het gaat eigenlijk heel erg over de vraag van wat speelt er? En hoe kun je kan je daarop inspelen? En creatief nadenken dus per casus, per situatie van wat zouden we kunnen doen om toch te ontlasten? Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Nou hebben we het over de toekomst van de ouderenzorg. En je hebt al een paar, denk ik, belangrijke dingen gezegd. Allereerst, de trend moet toch zijn mensen langer thuis proberen te houden. Ja. En daarbij ook nog allerlei interventies te plegen die dat kunnen gaan versterken en kan helpen. Je hebt ook aangegeven dat COVID in ieder geval heeft opgeleverd dat de rol van verplegenden en verzorgenden beter wordt gezien. Ja. Dat ze daar ook een hele belangrijke rol te spelen hebben. Omdat ze zo ontzettend goed signaleren wat er gebeurt in de ontwikkelingen en veranderingen thuis. En later ook in de verpleeghuiszorg zelf. Kelsey, zijn er nog andere vragen over dit onderwerp? Dit is ook, het gaat over dat thuis tenzij, wat u net zei. En mensen vragen een beetje, hoe verhoudt zich dat nou tot de woningkrapte in Nederland? Ja, aan de ene kant willen we natuurlijk mensen lang thuis houden, maar dan wordt er niet doorgestroomd. Nee. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, eigenlijk vraagt het meer een soort van deltaplan voor de zorg. Want dit is natuurlijk een vraagstuk. Op het moment dat mensen thuis blijven wonen, dan wordt er niet doorgestroomd. En je moet natuurlijk wel zorgen dat mensen ook in een passende woning wonen. Dus het is wel, denk ik, de vraag ook voor het nieuwe kabinet. Ik ben ook heel benieuwd. Volgens mij besteden ze ook heel veel aandacht aan die woningcrisis. Hoe zij gaan bijbouwen, zodat er inderdaad voldoende goed uitgeruste woningen zijn. En ik denk, wil je dat thuis tenzij mogelijk maken, zul je misschien ook wel moeten nadenken over digitale technologie in de woning. Waarmee je bijvoorbeeld ook nog mensen kan monitoren of mensen in de gaten kan houden. En jouw eigen idee over jouw eigen toekomst. Ja. Dat je zegt, ik zou eigenlijk wel met vrienden samen willen wonen. Ja. Je zou natuurlijk ook kunnen stimuleren of dat voor de huidige generatie ouderen nog opties in zich zou hebben. Dat er toch wel misschien mogelijkheden bestaan om mensen samen in dat grote huis te krijgen. Ja, maar dan heb je wel voldoende woonvoorzieningen nodig. Ja. Ik denk dat dat nog wel een aantal jaar duurt voordat we dat ook goed hebben. Mm-hmm. Dus dat we nu moeten voorbereiden, qua woningbouwen, moeten voorbereiden op die toekomst. Er zijn denk ik wel hele mooie voorbeelden. Ik weet van bij Zorgspectrum, bijvoorbeeld is het verpleeghuis van de toekomst, waar ze echt ook experimenteren met allerlei technologie. Waardoor mensen ook veel meer vrijheid hebben en dat je mensen in de gaten kunt houden. Okay. Wat ik wel dan heel belangrijk vind, technologie wordt heel vaak als een oplossing gezien. Maar het is vooral een oplossing als het bijdraagt aan vraagstukken van hoe houdt de mantelzorger het vol. Echt ondersteunend zijn aan de vraagstukken van ouderen of van verpleegkundigen en verzorgenden. Ja. Dat zien we nog wel dat vaak genoeg niet het geval is. Ja, want hoe overbrug je nou die kloof tussen die mooie theorie en de daadwerkelijke praktijk? Want jij observeert ook heel veel in de praktijk. Je ziet wat daar gebeurt. Wat is wat jou betreft echt urgent? Een van de grote urgente vraagstukken voor mij is wel ook de positie van de verzorgende. Er is recent een heel mooi rapport uitgekomen van Marieke van Wieringen, die ook gekeken heeft naar de positie van verzorgenden in die ouderenzorg. Ik denk dat een groep is die eigenlijk verreweg het grootste deel van die ouderenzorg levert. Als we kijken naar kwaliteit van de ouderenzorg. We hebben in de toekomst zoveel mensen nodig in die ouderenzorg.
Ja, en dat zijn met name de verzorgenden en verpleegkundigen. Dus ik denk daarin investeren, kijken wat die groep nodig heeft. Ook, ja, ook loopbaanperspectief aan die groep bieden. Ontwikkeling. Ontwikkelmogelijkheden. Ja, ik denk in de afgelopen tijd heb ik ook als voorzitter van VNVN, ook toen ik startte, heel veel gesprekken gehad met verpleegkundigen, verzorgenden. En een van de grote dingen die je echt terughoort is, ja, ik wil me ook blijvend ontwikkelen. En dingen die ik tegenkom op mijn werkplek, mensen met gedragsproblemen, hoe kan ik daar nou beter mee omgaan? Hoe kunnen we daar als team nou beter mee omgaan? Dus dat vraagt ook van werkgevers, dat ze echt goed luisteren naar die verplegenden en verzorgenden. Met name de verzorgenden perspectief bieden om cursussen of extra onderwijsmogelijkheden aan te bieden om jezelf elke keer te blijven ontwikkelen en te scholen. Ja, en nou zijn er denk ik hele mooie mogelijkheden. Dus er is nu, zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld een specialisatie in de psychogeriatrie, dus specifiek voor mensen met dementie. Maar dan is het niet alleen belangrijk om te kijken van kun je nou die opleiding ook bieden, maar als je dan klaar bent met die opleiding, krijg je dan ook als verzorgende of als verpleegkundige tijd en ruimte om ook wat met die opleiding te doen. Ja. Zodat je die kennis ook naar je collega's kan overdragen. Maar anders houden we die mensen ook niet vast. Precies, ja. Ja, een belangrijk punt. Kelsey, zijn er nog vragen? Ja, het gaat ook inderdaad over de rol van het verpleeghuis. Of het niet steeds meer een IC-functie gaat krijgen in plaats van die nadruk op welzijn. Aha, echt het laatste deel van je leven. Misschien meer een IC-functie van het verpleeghuis. Ja, ik denk dat dat wel dat is een mooie vraag. Ik denk dat dat ook in de afgelopen 10 jaar, als je kijkt naar het verpleeghuis, daar woon je nu nog gemiddeld 9 maanden. Het is eigenlijk vaak palliatieve zorg. Eigenlijk is palliatieve zorg. Ja. Mensen met steeds meer complexe aandoeningen. Dus dat vraagt ook heel veel van de mensen die hier werken. Dus in die zin is het denk ik wel... Hoogcomplexe. En ja, je kan het de IC van de ouderenzorg noemen. Ik denk wel dat het verschil met de IC in het ziekenhuis is dat toch die nadruk op kwaliteit van leven en welzijn heel belangrijk blijft. Ja. Maar misschien is het ook wel zo dat het op de IC in het ziekenhuis ook zo is. Ja. Nou ja, dus je onderschrijft die stelling eigenlijk wel. Het wordt steeds meer een soort IC-achtig, waarbij wel welzijn heel belangrijk moet blijven. Dat het niet alleen maar die medische kant heeft. Ja. Maar misschien wel steeds meer de laatste fase van mensen hun leven. Ja. Dat we daarvoor mensen echt langer proberen thuis te houden met alle interventies en mogelijkheden die je net hebt benoemd. Ja. Juist ook in de ontwikkeling van verplegenden. Belangrijk dat ze zich kunnen blijven ontplooien en ontwikkelen als werknemer. Ja. En dat werkgevers daar ook voldoende ruimte voor geven. En dat houdt mensen ook vast. Dat betekent dat ze kunnen blijven groeien en ontwikkelen in hun eigen werkomgeving. Nog een vraag. Ja, er gaan veel vragen over het langer thuis blijven. En iemand vraagt zich af, moeten we niet veel meer op wijkniveau gaan organiseren? Waardoor professionals meer een maatschappelijke rol pakken. En ook samenwerken met supermarkten, agenten en wijkprogramma's. Interessante vraag. Ook dat is overigens een van de workshops vanmiddag. Die gaan op hoe die wijk een rol zou kunnen spelen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar in het onderzoek ook op bent gestuurd. Die rol die eigenlijk de omgeving ook kan spelen. Ja. Nou, ik denk op het moment dat je mensen langer laat thuis wonen, dan is juist die omgeving ook heel erg belangrijk. En ja, daar zijn natuurlijk nu ook al wel de dementievriendelijke samenleving. En je zal dat, waar je ook woont in Nederland, je zal in je omgeving ook te maken krijgen met mensen met dementie. En dan is het wel heel belangrijk dat je weet wat is het en hoe kun je dan mensen helpen. En je ziet dat nu al hele mooie initiatieven, dat bijvoorbeeld in de supermarkten cashières getraind worden om ook ouderen te helpen. Je ziet dat ook bij de post, zeg maar, dat de postbodes, zeg maar, dat die een wat meer sociale functie krijgen. Dus dat betekent ook dat je veel meer moet kijken in het netwerk. En niet alleen maar in het zorgnetwerk, maar dus inderdaad ook juist die wat meer onconventionele samenwerking met de supermarkt en de postbodes, om dat ook mogelijk te maken. Nou, wel mooi. Dus die omgeving kan beter worden betrokken. Daar kun je mensen ook een beetje in meenemen en zelfs her en der instrueren of opleiden. Ja. Om mensen op die manier toch langer in hun eigen wijkje te kunnen laten functioneren. Ja. Dat is toch eigenlijk ook wel een fijn perspectief. Allemaal vanuit die gedachte, we houden mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving, in hun eigen thuis. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Bianca. En je blijft bij ons. We gaan nu zo meteen aan tafel met een aantal gasten praten. Maar stel dat er aanleiding is, dan kan ik toch jou nog even een vraag stellen. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Bianca Buurman, dankjewel. Dankjewel. Ja.
Ja, hier aan tafel komen een aantal gasten aangeschoven. We zijn heel blij dat ze er zijn. Om te beginnen, en Gonnie die geeft dat heel terecht aan, die gaat op deze stoel. Gonnie de Vries, zij is lid van de Raad van Ouderen. Gonnie, heel fijn dat je er bent, dank je wel. Tegenover jou zit Tineke Atma. Jij bent bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie en ook directeur van de Leiden Academy. Daar moet je straks maar eens wat meer over vertellen. Naast jou Jan Megens, manager van het zorgkantoor van Mensis en ook lid van de Taskforce Wonen. En met name natuurlijk ook over de toekomst van het wonen moeten we het hebben. Daar hadden we het met Bianca al over. Tenslotte hebben we Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring. En heel fijn dat u ook hier bent. Welkom. We beginnen eventjes met Gonnie, want ouderen, daar hebben we het ook over. En vooral ook de toekomst van ouderenzorg. En ik ben wel benieuwd, Gonnie, wat mensen in jouw omgeving en misschien jijzelf eigenlijk wel zeggen over die toekomst van ouderenzorg. Wat voor behoeftes en ideeën leveren er? Ik vind dat er nog veel te weinig over wordt nagedacht eigenlijk. Want we zien dat veel, veel meer ouderen komen en ook dat er veel te veel zorg verleend moet gaan worden en zo. Terwijl de medewerkers minder worden, verhoudingsgewijs natuurlijk. En dan denk ik, we moeten veel meer, ik denk dat we een campagne moeten gaan voeren om te kijken, mensen bewust maken van wat er gaat aankomen. Waardoor ze dus ook misschien een andere leefwijze gaan volgen, zeg maar. En wat zou dat dan voor leefwijze zijn? Waar denk je dan aan? Meer preventie. Mm-hmm. Dus vooral zeg maar ook dat je goed blijft en zo. Dus, ja. Dat je goed over je gezondheid nadenkt, bewegen. Bewegen, maar ook voeding en noem maar op allemaal. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dus dat mensen die wat ouder worden zich al een beetje gaan realiseren. Ik moet nadenken over hoe ik vitaal oud blijf. Ja, juist. Want dat is heel belangrijk. Ja. En, er komen natuurlijk steeds meer ouderen. Ja. Het verdubbelt alleen maar. We hebben straks 10% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar. Ja, dat is nogal wat. Ja. Ja. En wat vraagt dat dan voor de inrichting bijvoorbeeld van een huis, van een verpleeghuis? Heb je daar ook ideeën over met jouw collega's? Nou, ik moet zeggen van, ik ben vrijwilliger in een verpleeghuis. Ja. Dus ik zie van dichtbij wat het doet, zeg maar. En dan heb ik ook heel goed gezien wat het project, hoe heet het? Waardigheid en trots, juist. Ja, ja. Waardigheid en trots heeft dat heeft opgeleverd voor ouderen zeg maar, in een verpleeghuis. Okay. Niet dat het niet goed was, ik vond het sowieso wel goed. Maar ik heb echt gezien dat ze veel meer gericht zijn naar ouderen toe. En ik heb even opgeschreven dus wat de resultaten van het eindrapport, die liggen ook niet om, he, van hunzelf. En dat ze hebben gezegd van, professionals trots op hun werk en dat mogen ze zijn, want ik vind het echt fantastisch wat ze doen. Cliënt centraal, meer regie en eigenaarschap, meer aangesloten bij de belevingswereld van de cliënt. En dat vind ik zo belangrijk, want ieder mens is uniek. Ja. En als je uniek bent, dan heb je ook een unieke zorgverlening nodig, zeg maar. Dat hoorden we Bianca ook al zeggen, hè? Dat je heel goed kijkt naar wat is nou eigenlijk de wens en de ontwikkeling van de personen waar we zorg aan verlenen. Ja. Ook juist om ze zo goed en zo lang mogelijk thuis oud te kunnen laten worden. En eigenlijk geef je aan, dat komt ook al uit het rapport naar boven. Dat zijn we aan het doen, dus we zijn wel op de goede weg. Ja, maar ik heb het ook gezien, zeg maar. Ik zei al niet dat het niet goed was, maar je ziet dus dat ze meer naar de cliënt luisteren. Meer focus, meer aandacht. Ja. Nou, dat is heel goed nieuws. Tineke Atma, jij bent bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie en ook directeur van de Leiden Academy. Dat laatste, is dat van belang dat we dat weten, de Leiden Academy? Wat doet dat? Nou ja, dat is een wetenschappelijk kennisinstituut wat de kwaliteit van leven van ouderen probeert te ondersteunen en te versterken. Dat is toch heel belangrijk. Zeker, en we hebben drie belangrijke thema's. Vitaliteit, Gonnie noemde het ook al even. Ja. Betekenisvol ouder worden en dat in verbondenheid. En wij willen heel graag zeg maar, het beeld neerzetten van de ouderen die ook nog heel veel te bieden heeft aan de samenleving. Die niet alleen maar een kostenpost is, maar actief is in het verenigingsleven, op de kleinkinderen past. Die heel veel potentie ook nog heeft. Want als we even uitzoomen naar zeg maar, de toekomst, hè, over 10, 20 jaar, wat is dan jullie beeld? Waar gaan we dan op uitkomen?
Nou ja, kijk, we worden eigenlijk gemiddeld 10 jaar ouder. Hè. We krijgen er eigenlijk 10 jaar bij, tussen 65 en 75. En dat is vaak een periode waarin mensen nog relatief vitaal zijn en zich ook nog graag willen inzetten voor de samenleving. Ja. Soms ook nog bijvoorbeeld een eigen onderneming willen opstarten. Of, dus daar zit heel veel mogelijkheid om, om zeg maar die potentie ook ja, ten benutten. Goede ja. te benutten, ja. inderdaad. Mensen willen ook mee blijven doen. Precies. Ja. En ja, laten we daar ook ruimte voor bieden en de hele stereotype beelden van de kwetsbare, zieke ouderen ook een beetje achter ons laten. Natuurlijk is er ook op oudere leeftijd, vanaf 80, komen er natuurlijk ook ja, kwetsbaarheden. Dat is zo. Maar laten we nou niet die hele groep afschilderen als zeg maar ziek en kwetsbaar. En, dus dat deel je ook wel met Gonnie, dat je ja. zegt, hebben aan de ene kant een, nou, eigenlijk de groep ouderen zelf die zich moeten voorbereiden op vitaal ouder worden. Ja. Maar zeg jij, dat kan ook, want we worden ook langer vitaal oud. Ja. En alleen die laatste fase, daar moeten we echt even heel goed nadenken over hoe je mensen uiteindelijk op een waardige manier in verpleeghuiszorg of zelfs in een verpleeghuis zelf ja. De laatste fase van hun ja. leven doorlaat. Ja. Want laten we niet vergeten, maar 6% van de ouderen woont in het verpleeghuis. Hè? Ja. Ik bedoel, die andere 94% woont gewoon thuis. Die doet gewoon mee en die is die thuis. Doet gewoon ja. mee, ja. precies. En dat vergeten we nog wel eens. Ja. En ja, ik denk dat we dus veel meer moeten inzetten op community care. Dus echt in wijken en buurten de zorg organiseren. Aha. Doen we dat nu op dit moment in Nederland nog te weinig? Dat doen we nog te weinig. We hebben de verpleeghuiszorg afgeschaald. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk niet voldoende geïnvesteerd in de zorg thuis. Oké. Dus die zorg thuis in relatie ook tot de omgeving en de wijk. Daarvan zeg jij, daar zouden we eigenlijk nog veel moeten doen. Precies. Daar zit denk ik, ouderen oriënteren zich ook op hun eigen buurt en wijk. Hè. Ze zeggen wel eens van je hebt 3 A's nodig. De apotheek, de arts en de Albert Heijn. en dat wil je om je heen hebben. En dan kan je eigenlijk ook heel lang zelf redden. Oké. Okay. Nou, we gaan eens eventjes naar Jolande Buwalda. Je bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring. Grote zorgorganisatie. Zijn jullie hier inderdaad ook mee bezig? Dat je zegt, ja, we hebben eigenlijk inderdaad een hele grote omgeving te mobiliseren. Een buurt, een wijk, van de Albert Heijn tot en met de arts, waar ouderen ook zelf bij betrokken worden om dat in te richten, als het ware. Doen jullie dat? Ja, zeker. Vanmiddag spreekt mijn collega Frido Kramer over een voorbeeld. Ik zit in Noord-Holland-Noord, hè, in Hoorn en omstreek tot en met Texel. Over Stedenbroek, ja. hoe daar een hele community aan het bouwen zijn, bewuster dan voorheen. Want er zijn ook wel heel veel communities en misschien de 4e A is die van de ander. Je ziet ook gelukkig wel een nabuurschap en dergelijke. Maar als we het wat bewuster doen en ook in de manier waarop je nieuwbouw doet, dat het niet per se alleen voor ouderen is, maar een beetje gemixt. Dat je de levendigheid ook in het ontwerpen brengt. Het blijven meedoen met elkaar, participeren. Ja, dan zie je ook dat je ieder facet van het leven, ook formeel vanuit de gemeentes, recreatie, schoolgaande jongeren, die ook van betekenis zijn voor ouderen en andersom weer. Ja, als je de samenleving wat meer als een community ook gaat inrichten en benaderen, kun je die krachten versterken. Ik moet eigenlijk wel een beetje lachen, want dat was natuurlijk zeker in die oude dorpen in Noord-Holland ook van oudsher gewoon wat ze deden. Juist. Ja, ja. Gaan dat weer herontdekken. Een bijzondere vanzelfsprekendheid. Ja. Ja. En wat we nou dan wel doen, hè? Nou jij noemt Albert Heijn, maar met supermarkten in het algemeen, vanuit weet wat je eet, dat je zo vroeg mogelijk bewust senioriseert. Ja, ja. Dat we in de supermarkt een supermarkt safari doen. Dat er een diëtist mee gaat winkelen met ouderen. Omdat je als je ouder bent wat meer eiwit. Nou, dat soort dingen. Maar ook met een bank, financieel fit. Dat je ouderen wel eens onzeker zijn over internetbankieren of iemand die je toch probeert te verleiden tot aankopen te doen. Die waarschijnlijk niet zo integer zijn. Dus deze, ja, laat ik zeggen, gewone dingen, ja. Gezond verstand en gewone dingen kun je al heel veel mee bereiken. Ja. En het gaat natuurlijk vanuit ook mijn perspectief, voornamelijk ook, u zei het al, hè? Hoe zorgen we ook dat we onze collega's, onze medewerkers ontzorgen. Dus niet alleen de ouderen van betekenis laten zijn, eigenlijk vanzelfsprekend dan ze
wegzetten als een groep die niet meer fris en fruitig mee kan doen. Hè? Hey, en Jolanda, als we nu naar deze toch moeilijke tijd ook kijken, COVID, heeft ontzettend veel impact, juist ook op verpleeghuiszorg. Leren jullie daar nou ook van? Dat je daarmee ook in een zekere zin een soort van versnelde toekomst op je af ziet komen? Dat je dat niet alleen maar negatief, maar dat je er eigenlijk ook dingen uit had waarvan je zegt, goh, dat geeft eigenlijk al handvaten over hoe we dit moeten gaan doen. Ja, zeker. Wij zeiden laatst, straks is nu begonnen. Okay. Ja. Omdat je op een andere manier, dus het anders werken, met behoud wat het kwaliteitskader, maar wat intrinsiek bij zorgverleners zit. Namelijk dat het om de persoonlijkheid gaat, om de mens en de intermenselijke relaties. Dat je dat voorop wilt blijven stellen in de coronatijd. Zeker toen de verpleeghuizen dicht moesten. Hebben wij geleerd hoe je toch ook binnen een community kunt zijn. En wat je anders doet. We zagen ook iets minder onbegrepen gedrag. Omdat er soms ook voordat de huizen sloten heel veel prikkels waren van bezoek of alles door elkaar. We hebben daardoor minder medicatie soms. Beter observeren opeens. Voorschrijven. Bianca zei het al, beter observeren, beter aansluiten. Maar ook dat mensen onderling begrijpen dat ze er onvoorwaardelijk met elkaar zijn. Ja. Voor elkaar. Dus dat geeft nieuwe inzichten in hoe je ook bewoners nog veel meer hun eigen mogelijkheden kunt benutten. En nou zei Bianca nog wel iets essentieels, namelijk je moet je medewerkers, met name ook de verplegenden, nog beter betrekken bij jouw bestuurlijke werk. Juist. Nou ja, wij zeggen cliënt centraal, dus medewerker op één. Ja. En dat betekent niet alleen dat men in een speeltuin met allerlei digi-dingen dingen mag ontdekken en mag aangeven wat werkt en niet, maar dat ze gewoon strategisch partner zijn. Mm. Als het gaat over hoe word je beter oud en hoe doe je samen het werk in deze mooie regio, dan zit iemand natuurlijk vanuit het personeel, of het de fysiotherapeut zijn, de verzorgende verpleegkundige artsen, die zijn gewoon onze multidisciplinaire adviesraad. Ja. En die heb je allemaal nodig. Die hebben we allemaal nodig, ja. Ik wil even naar Jan Meeges toe, want als je dit zo luistert, de ontwikkelingen die we met elkaar doormaken, eigenlijk de conclusie, we moeten die gemeenschappen opnieuw uitvinden. En zeker in de kleinere kernen van Nederland liggen daar ook allerlei aanknopingspunten. Betekent dat als lid van de Taskforce Wonen, denk ik, een heleboel over hoe je dat dan op een goede manier in de praktijk gaat brengen? Moet je anders gaan bouwen bijvoorbeeld? Nou ja, weet je, de taskforce gaat niet alleen om anders bouwen. Want we hebben het idee, we hebben ook wel eens gepositioneerd, hè, 25.000 verpleegzorgbedden. Maar daarmee geven we eigenlijk alleen maar aan hoe hoog de nood is. En op 25.000 bedden gaat niemand lopen, want niemand voelt zich daar verantwoordelijk voor. Maar als we nou gaan klein maken per gemeente, wat betekent dit nou voor u, wethouder? Wat betekent het nou voor u, woningbouwcorporatie? Wat betekent het nou voor het zorgkantoor, lokaal? En als je dat gaat afpellen, dan kom je tot, hé, hier moet wat gebeuren. En voor mijn gemeente, gemeente Renkum, betekent het 21 plaatsen erbij. Dat klinkt niet zoveel. Maar tegelijkertijd, als we niks doen, zijn het wel 21 plekken te weinig. Ja. En hoe doen we dat dan met elkaar? En kunnen we dat ook in de thuissituatie vormgeven? En ik zou ook heel graag pleidooi. En ik sluit natuurlijk aan bij preventie en voeding en hoe doen we dat dan? Maar het lijkt nu een beetje op alsof we een soort moment van, hé, de mantelzorger houdt het vol zolang als hij het volhoudt. En als die overbelast is, wat we helaas te vaak tegenkomen, dan is er maar één alternatief. Namelijk, we gaan over naar het systemische. En ik zou ook wel een pleidooi willen houden om dat toch meer hybride in elkaar over te laten gaan. Zodat we de mantelzorger eerder kunnen ontlasten en de professional later zouden kunnen betrekken. Nou, als je die twee dingen in elkaar laat overvloeien, ja, dan denk ik dat er een enorm potentieel is om echt het leefplezier van die ouder, waar het volgens mij wat heel belangrijk is. Natuurlijk is het medisch domein belangrijk, maar ook het leefplezier van ouders heel belangrijk. Connie, jij bent aan het knikken. Je denkt dat is waar. We moeten die dingen eigenlijk veel meer integreren. Ja, dat moeten we ook. Ja. Ja, maar we zien ook dat verpleeghuizen dus wachtlijsten hebben. Verzorgingshuizen zijn weg. Mensen zitten met een te veel, te zware zorgvraag thuis vaak. En die vereenzamen daardoor. En dat is natuurlijk heel erg. En daarom hebben wij gedacht dus, je zou nieuwe woonvormen, daar hebben we het met z'n allen over, vooral jullie ook denk ik. En dan die nieuwe woonvormen zou kunnen bestaan, maar dan
wel zo dat je dus echt een nieuwe woonvorm is. Dat je ook gewoon wel je eigen huisje hebt, maar wel een gemeenschappelijke ruimte. En die gemeenschappelijke ruimte is van levensbelang voor nu, voor de ouderen. Voor de ontmoeting, voor het samen zijn. Ja, want we kijken nu wel, maar we hebben het, en dan heb ik het vooral over de ouderen. Want we kijken nu vooral naar, zeg maar, kijkers 60, 70ers. Die gaan allemaal met elkaar wonen. Die hebben allemaal initiatieven. En die kunnen dat ook nog, dat initiatief nemen. Die ouderen niet. En daar moeten wij voor opkomen. Ja. Want zij zaten vroeger in het verzorgingshuis. Ja. En die is het niet meer. Ze willen gewoon bij elkaar zitten. Want ze zeggen altijd, tussenoplossingen mijn zorg is wel goed geleverd. Maar dan zit ik thuis. Ja. En je zit... En ook al kom je 2-3 keer per dag bij iemand thuis, dan nog zit men heel lang alleen. Ja, is toch ik zit ook in mijn eigen huis. Ik heb dus navraag gedaan ook bij heel veel mensen en zo, omdat ik in andere netwerken zit allemaal. En dan heb ik ook navraag naar gedaan en mensen geven allemaal aan dat zij dus eigenlijk vereenzamen. Ja. En dat vind ik jammer, dat hoeft niet. Laten we eens even de balans opmaken, want jullie hebben eigenlijk met elkaar geconstateerd, we hebben als het ware de toekomst een beetje naar voren moeten halen, doordat COVID heeft ingegrepen, maar het heeft ons ook een heleboel geleerd. Veel multidisciplinairder met alle kennis aanwezig in zo'n huis met elkaar werken. Dat levert ons eigenlijk ook een foto van diezelfde toekomst op, waarbij we weten dat we eigenlijk steeds meer aangewezen zijn, ook op de omgeving. We kunnen niet allemaal meer in dat verpleeghuis doen. De wijk, de omgeving, heeft een hele belangrijke rol te spelen. Dat vertaalt zich dus ook in een andere bouwopgave, in een andere manier van denken over het betrekken van de Albert Heijn tot en met de arts. En dan is ook nog eens even die opgave tussendoor van mensen die nu 80 zijn, hoe we ze toch aansluiten op het oude en het nieuwe denken, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik ga eens even naar Kelsey om te kijken of er op dit moment vragen zijn. Ja, heel veel. Oké, er komen veel vragen binnen. Nou, dat is goed. Laten we er eens een paar uitpakken. Ja, er zijn een paar vragen over het tekort aan personeel, ook zeker in de thuiszorg. Dus mensen vragen zich af, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen veilig thuis kunnen blijven wonen? Ja, terwijl daar toch tekorten zijn. Dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag, want we willen juist iedereen zo lang mogelijk in dat buurtje in die wijk houden. Zeker. En dan heb je mensen nodig. Ja, klopt. Ik ben heel blij met Teun Toebes. Ik weet niet of je hem kent. Ja, maar we hebben hem hier ook in de uitzending gehad. Nou, geweldig. Ja. Een jonge student die in het verpleeghuis is gaan wonen. Ja. En die heel mooi laat zien hoe zinnig en betekenisvol het werk is. Ja. En ik denk dat hij echt een boegbeeld is om ook andere jongeren te trekken naar dat vak. En het is natuurlijk een vak waar je gewoon ook heel veel voldoening uit kunt halen. Ja. En ik denk als we dat zeg maar ook weten te etaleren, dan gaan we ook meer jongeren engageren om dit werk te doen. Nou ja, en in combinatie met wat Bianca volgens mij zei, want Bianca gaf ook aan, je moet wel blijven ontwikkelen. Het is mooi om zo'n Teun binnen te halen, maar Teun wordt ouder, die krijgt ook nieuwe vraagstukken voor zichzelf in zijn ontwikkeling als professional. En dan moet je die plekken eigenlijk wel kunnen realiseren, dan moet je eigenlijk die stappen in ontwikkeling kunnen organiseren. Hoe doen jullie dat bij Omring? Nou, als het gaat over de thuiszorg, we zijn 3 jaar geleden een experiment met de zorgverzekeraar begonnen. Dat we eigenlijk de regie gewoon weer bij de wijkverpleegkundige en het team hebben gelegd. Dus men mocht al indiceren. Maar ook vanuit hoe kun je met iets minder zorginzet toch een goed resultaat hebben en ook de tevredenheid van cliënten hoog houden. Dat is gelukt. Aha. En dus we zetten eigenlijk minder zorg in door bijvoorbeeld beter of anders samen te werken met informele zorg. Maar ook als het om veiligheid gaat. We hebben zorgconsulenten die ook betrokken zijn. Dat hoeven geen verpleegkundigen of verzorgenden zijn. Dus andere profielen erbij betrekken bij alarmopvolging. Ja. Of zorgen dat ouderen toch geruststelling krijgen om wat technologie aan te bieden. Of vanuit de winkels die wij ook hebben gewoon nabij te zijn voor het installeren van bepaalde dingen. Ja, met andere woorden, de vraag die Kelsey stelde, die heeft een heel veel divers antwoord opgeleverd. Want aan de ene kant jonge mensen proberen te werven. Teun is daar een goed voorbeeld van. De ontwikkeling die Bianca al noemde, om te zorgen dat mensen ook echt vastgehouden worden. Maar zeg je eigenlijk ook op een slimme manier kijken hoe we mensen optimaal inzetten in dat aanbod, in dat systeem. En daarbij toch mensen mee verantwoordelijk maken in die omgeving, in die wijk. Dus het is een heel divers antwoord eigenlijk. Ja, de wijkverpleging is echt de speel in de wijk. Ja. Ook in het ontzorgen. Oké.
Nou ja, en een laatste punt wat ik toch ook nog in wil brengen is dat we ook zeg maar moeten zorgen dat deze mensen ook echt op het vak worden ingezet waar ze toe zijn opgeleid. En dat we ze niet te veel belasten met allerlei administratie en verantwoording. Nee. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Dat is zo frustrerend. En als we weinig mensen hebben, laten we ze dan inzetten. Op hun eigen ambachtelijkheid. Exact, exact. Oké, Kelsey, andere vragen? Ja, nou, we hadden het net al even over Teun Toebus, want die woont natuurlijk in een verpleeghuis. Ja. En mensen vragen zich af, zou dat niet een idee zijn om het vak aantrekkelijker te maken door studenten een woonplek te bieden in het verpleeghuis? Ja, dan kijk ik ook even naar Jan, want dit zou natuurlijk een heleboel tegelijk oplossen. De woonruimte die jonge mensen vaak zoeken, zeker. Starters, en dan tegelijkertijd kunnen zorgen in je vak. Zeker, dat is ook wel sociale dienstplicht ook wel eens een keer geroepen als thema. Nou ja, weet je, ik denk dat het belangrijk is dat we enorm gaan flexibiliseren in ons eigen denken. Ja. En laten we vooral al die hokjes loslaten. Al die hokjes loslaten. En ook de oproep voor minder administratieve lasten. Ik ben alleen maar voor. Mm-hmm. Het is wel heel gaar als je zelf zorg medicatie thuis gewoon kunt gaan toedienen. En in een verpleeghuis moet er Jan en allemaal bij komen. Ja. Vier ogen principe en SOG. Er mogen allerlei handtekeningen voor een paracetamolletje. Jongens, laten we nou even normaal doen met elkaar. Laten we nou even terug naar de basis. Normale. Nee, is niet normaal. Even terug naar de essentie. Ja. En in antwoord op je vraag, ja, die flexibilisering hebben we nodig. En ik vind het ook belangrijk, kijk, de taskforce zet zich eigenlijk in via heel simpel. Heb het erover met elkaar, maak afspraken daarover met elkaar op lokaal niveau en voer ze uit. Heel moeilijk is het niet. En, maar jullie geven met elkaar aan, we moeten creatiever worden. Ja. Maar dat creatieve gedrag moet je dan wel kunnen belonen. Dat moet dan mogen. Hè? Die zeker. Ruimte moet je dan bieden. Zeker, en dat is ook wel iets, daar zijn we natuurlijk ook. Het ministerie gaat deze link zeker ook terugkijken. En anders zorgen we ervoor dat ze hem krijgen. Het is echt van belang. Kijk, het adagium is eigenlijk, wijs is grijs. Mm. En grijs is wijs. Laat maar nou toch het denkkracht van die oudere mensen zelf aanwenden om tot goede oplossingen te komen. Okay. En laten we dat niet hebben over ouderen, maar laten we het ook hebben met ouderen. Ja. Nou, en laten we dat toch ook. Er zijn een aantal initiatieven die best wel veelbelovend zijn, maar die in het moeras van regelgeving eigenlijk een beetje stranden. Okay. Dat is ontzettend jammer. Goed. Kelsey, andere vraag. We krijgen ook een paar vragen binnen over het bestaansrecht van verpleeghuizen. Moeten we wel doorgaan met het bouwen van verpleeghuizen en niet meer investeren in kleinschalige woonvormen? Ja, daar moeten we dan toch eens eventjes ook, denk ik, Tineke bij halen. Want dat is natuurlijk het denken over de toekomst. Moeten we wel doorgaan met het opnieuw elke keer blijven bouwen van die verpleeghuizen? Ja, nou kijk, we moeten in eerste instantie dan zorgen dat er een goed alternatief is. Ja. En niet beginnen met afbouw zonder zeg maar daar een alternatief tegenover te stellen. Dus investeer in de community care. Er zijn heel veel goede ideeën voor. En ga dan kijken wat je nog aan verpleeghuiszorg nodig hebt. En dat zal een ander type verpleeghuiszorg zijn, denk ik. Want je zit mensen wonen daar veel korter. Dus dat moet je opnieuw doordenken. Wat dat dan moet zijn. Maar je geeft wel een duidelijke waarschuwing af. We gaan niet meteen stoppen, want we moeten eerst dat alternatief goed ontwikkelen en opbouwen. Nou, daar hebben we denk ik al een paar ingrediënten voor op tafel gelegd. Het idee om jonge mensen eerder misschien zelfs wel in te laten wonen. Om creatief te zijn, om goed te luisteren naar de ideeën van ouderen zelf. Wordt jullie nou wel eens gevraagd om mee te brainstormen over, laat ik maar zeggen, de ouderenzorg van de toekomst? Nou, nee. Eigenlijk niet, maar wij hebben vanzelf gekeken naar de woonvisie van ons, van de gemeente. Ja. En daar zagen we dus helemaal niets voor ouderen in staan. Ze werden terloops genoemd. Ja. Jongeren werden wel heel erg genoemd voor bouw, maar ouderen. En zeker niet voor ouderen, zeg maar, ouderen. Nee. Maar het werd gewoon terloops genoemd. En toen hebben wij de woonvisie stil laten leggen. Met een politieke partij erbij. Okay. Via een amendement. Is stevige lobby gevoerd. Ja, stevige lobby gevoerd. En het wethouder heeft. En toen hebben wij gevraagd om. Het was de laatste raadsvergadering voor de vakantie. Dus toen hebben wij gezegd: kunnen we het stil laten leggen? Toen heeft die politieke partij gezegd: nou, dat doen we dan samen. We gaan een amendement indienen. En dat hebben we gedaan. En toen hebben we gevraagd om als het stilleggen ook eerst een gesprek te hebben met de oude raad. Ik zit bij de oude raad en wij hebben de convenant met de gemeente. Dus wij kunnen
te pas en te onpas, zeg maar, met ook wel interessant, hè? Dus die gemeente zegt officieel, we hebben de ouderenraad en we luisteren ernaar. Maar toen het op de woonvisie aankwam, waren ze jullie even vergeten. Ja, maar toen heeft ze wel, zij heeft zelf het woord genomen in die gemeenteraad. En toen heeft ze gezegd van, we leggen hem stil. En we komen pas terug nadat we eerst een gesprek met de ouderenraad hebben gevoerd. Oké. Gevoerd. Dus, en dat is gebeurd. En toen hebben ze het aangepast in de woonvisie. Wat wij wilden dus eigenlijk, een geclusterde woonvormen met gemeenschappelijke ruimte. Ja. Want die gemeenschappelijke ruimte vinden wij gewoon heel erg belangrijk. Okay. Want het is niet alleen, want we hebben het nou over die medewerkers, het tekort medewerkers. Maar als je de gemeenschappelijke ruimte hebt, maar als je mensen bij elkaar hebt wonen, ja, geclusterde woonvorm, dan kun je ze ook efficiënter gaan verzorgen. Ja, ja, mantelzorgers worden daardoor ontlast, omdat te weten die gemeenschappelijke ruimte, daar kun je weer van alles in doen. Je kunt de voorlichting geven, je kunt er zeg maar. Nou ja, gewoon, je bent het levende bewijs van de stelling dat je ouderen moet betrekken bij het maken van beleid. Absoluut. En we hebben al eerder geconstateerd, luister goed naar de verzorgende, haal jonge mensen in huis. Er komt daar zoveel creativiteit en ideeën door vrij, dat daarmee oplossingen voor de toekomst worden bedacht. En dat is waarvoor we hier tenslotte zitten. Ja. We gaan nog weer even naar Kels. Ik wil even kijken of er nog vragen zijn. De zorg wordt prima altijd geleverd. Maar mensen zeggen, ja, die zorg, ik zit hier maar. Ja. Zeg maar. Ja. En ik zit te vereenzamen. We weten hoe lastig het is om eenzaamheid om te bestrijden, zeg maar. Ja. Nou, als je zo'n gemeenschappelijke ruimte hebt, dan kun je van dat alles in antwoord. De ongevalpreventie, maar ook, noem maar op, alles van alles. Kels. Ja, daarop aansluitend hebben we een vraag. Bent u van mening dat het voor bewoners fijner is om binnen de structuur van een afdeling te wonen? Of in een eigen appartement met een gemeenschappelijke ruimte waarbij je zelf kunt kiezen of je er gebruik van maakt? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie beiden. Onherroepelijk. Wij bouwen ook nieuwer. Hè? Met twee kamerappartementen, buurtkamers noemen we dat. En natuurlijk alle domotica erin. Dat je die leefcirkels hebt. Wet zorg en dwang is nu net ook weer van kracht gegaan. Even over administratieve romslomp gesproken. Maar goed, dat los jij op. Dat los ik op. Nou, natuurlijk. We hebben nog een lijstje. Maar nee, maar ik denk dat. Waarom zou je mensen die altijd individueel gewoond hebben op zichzelf alleen maar in collectiviteiten stoppen en die bouw zo doen? Dus wij zijn veel aan het vernieuwen in Nederland ook. Vanuit die twee kamerappartementen kunnen eventueel zoon, dochter ook nog eens logeren. Nou, kortom. Ja, dat is eigenlijk wel de toekomst. Ja. Ik wil even een soort reality check bij Bianca doen. Want je hebt dit gesprek nu op de bank gevolgd. Een mooi perspectief van de toekomst met heel veel verschillende beelden die eigenlijk worden neergezet. Vind je het realistisch of mis je nog bepaalde aspecten? Nee, ik vind het heel realistisch. En ik vind het ook wel heel erg mooi hè, wat Gonnie net ook zegt van juist het ook. Ja, betrekken van die ouderen bij die woonvisie en die ontwikkelingen die er gaande zijn. Ik denk dat dat echt ook heel essentieel is. Dat we zien eigenlijk dat, en net als bij dat het bij verpleegkundigen en verzorgenden lang niet altijd gebeurt, denk ik dat dat ook voor ouderen, met ouderen heel, heel vaak niet gebeurt. En wil je nou toekomstbestendig zijn en ook kijken in je gemeente, wat is er nou nodig? Ja, wie kan je dan beter aan tafel zetten als degene die zorg krijgen? Dus en ook wat Jan zegt, het hele hybride stuk. Misschien één ding nog, Tineke benoemde net ook al van het belang ook van professionals te interesseren voor ook die hele wijkzorg. Ik denk dat dat ook heel erg begint op de opleiding, op de mbo-opleiding, op de hbo-opleiding. Dat je ook voldoende over die wijkzorg krijgt, dat het ook zichtbaar is hoe je daarin kan ontwikkelen, wat het inhoudt. We zien nu dat dat nog soms te weinig gebeurt. Ja. Dus dat is misschien de enige aanvulling. Dat is nog wel, vind ik, voor Tineke een belangrijke vraag. Want je hebt natuurlijk toch ook zoiets als de hiërarchie. Hè? Hoe wordt er naar thuiszorg gekeken? Hoe wordt er naar verpleeghuiszorg gekeken? Om het aantrekkelijk te maken is het natuurlijk toch ook belangrijk dat je in opleidingen daar op een aantrekkelijke manier over les krijgt. En dat op een goede manier wordt geboden. Ja, klopt. Wij werken in Leiden samen met een praktor. Dat zijn zeg maar een soort van lectoren, maar dan in het mbo-onderwijs. Ja, die daar ook onderzoek doen met docenten en studenten. Om ook te kijken hoe kunnen we zeg maar ook het onderwijs veel meer afstemmen. Ook op
de leerstijlen van deze studenten. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook heel veel te bieden heeft. Hè. Zij is bijvoorbeeld met het concept praktische wijsheid bezig. Dus leer niet alleen maar in regels en protocollen denken, maar probeer ook heel situationeel te kunnen kijken van wat is er nodig bij een cliënt? Hoe kan de mantelzorger daarin ondersteunen? Dus nieuwe vormen van leren, waarbij je dus ook veel meer inzet op die praktische wijsheid, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ik denk dat die praktische wijsheid sowieso een beetje de rode lijn van ons gesprek geworden is. Dat we onze gezond verstand moeten gebruiken en de kennis van vroeger weer een beetje naar boven moeten halen. Dat we heel erg moeten vertrekken vanuit wat ouderen zelf aan kennis bezitten en wat verplegende en verzorgende samen met directies en leidinggevende voor richting kunnen ontwikkelen. Dat we de kennis over het bouwen ook heel erg lokaal vertalen. Wat is er ter plekke bij elke wethouder, bij elk dorp of stadje nodig? En dat dan in de opleiding er ook nog eens op een hele praktische en brede manier aandacht wordt besteed. Ja. En dat een belangrijke conclusie is. Tot slot, nog één appel erbij is dat we ook wel de maatschappelijke discussie moeten starten over hoe zorgen we nou voor elkaar. Ja. Want dat klinkt hier nog erg systemisch allemaal. Ik vind ook wel de oproep maatschappelijk gezien van joh, hoe gaan we nou kijk als maatschappij? Om je heen. Kijk even naar je buurman, buurvrouw. Ja. Wat gebeurt er nou? Het is leuk dat je dat zegt. We hebben een thuislab. Thuislab op van met gewoon maar één vraag. Van wie zorgt er voor jou? Voor wie zorg wie zorgt er voor mij en voor wie zorg ik? Ja. En dat is van bijzondere eenvoud. Mooi. Kortom, zorgen we voor elkaar. En dat is ook een belangrijke vraag. Heel belangrijk. Met elkaar. Ik wil de moderatoren bedanken voor de vragen die binnen zijn gekomen. Lang niet alle vragen hebben we natuurlijk kunnen beantwoorden, maar hopelijk lukt dat misschien her en der nog na afloop. Ik wil u ook hier aan tafel alle vier heel erg bedanken voor dit gesprek. En dat geldt ook voor Bianca daar op de bank.